geschreven is, gaat gij volbrengen in de 40 dagen. De 10 geboden en de 40 slagen, dit hele leven dat geen leven is. U schepping die voor ons gesloten was, ontsluit gij weer, gij opent onze ogen. O Zoon van David, wees met ons verhogen, het vuur van dood en ziel brandde tot as. Maar heer de hart van uw aanwezigheid zal in ons hart de vreugde vuur ontsteken. Gij maakt met ons, gij zult ons niet ontbreken, gij hoge priester in der eeuwigheid. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, maar u, o Heer, ontbreekt het brood zijn leven. Ons is een loflied in de mond gegeven, sinds gij de berg van het offer zijt gegaan. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Van harte welkom, dierbare medebroeders. Van harte welkom, u ook, dierbare zusters en broeders, die met ons verbonden zijn via de televisie. Wij leven al een hele tijd die een beetje lijkt op een vastentijd. Wij leven met vele beperkingen. We moeten veel missen, we moeten ons veel ontzeggen. Er is ook veel stilte en eenzaamheid. In deze moeilijke tijd waarin we nu leven, beginnen wij vandaag de 40 dagen tijd. De bedoeling van deze 40 dagen tijd is dat wij ons voorbereiden op Pasen door ons te bekeren, door ons leven te vernieuwen, door te groeien in geloof, in hoop, in liefde, door ons toe te leggen op gebed en op de inzet voor onze medemens. Laten wij samen in deze Eucharistieviering bidden dat deze 40 dagen tijd voor ons allen vruchtbaar mag zijn. God onze Heer, wat is dan toch de mens dat gij hem blijft gedenken? Gij kent ons, want wij zijn het werk van uw handen. Daarom zijn wij nu samengekomen bij de inzet van deze 40 dagen tijd. Keer ons naar u toe en wek in ons het verlangen naar een beter leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Uit de profeet Joël. Zo spreekt God de Heer. Keer tot mij terug van ganser harte, met vasten, met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en nieuw niet uw kleren. Keer terug tot de Heer uw God,
want genadig is hij en barmhartig, langmoedig en vol liefde. En hij heeft spijt over het onheil. Wie weet, keert hij terug en krijgt hij spijt, en laat dan zegen achter zich, een meeloffer en een plengoffer voor de Heer uw God. Blaast de bazuin op Sion, kondigt een heilige vastentijd af, roep een plechtige bijeenkomst bijeen. Verzamelt het volk, beleg een heilige bijeenkomst, brengt de oudsten samen en verzamelt ook de kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom zijn kamer verlaten en de bruid haar bruidsvertrek. Laat tussen de voorhal en het altaar de priesters die de dienst van de Heer verrichten, wenen en zeggen: spaar uw volk, Heer, laat niet met uw erfdeel spotten, laat niet de heidenen het overheersen. Moet men toch de volken zeggen: waar blijft uw God? Toen de Heer voor zijn land opgekomen en hij heeft het volk gespaard. Woord van de Heer. Wij danken God. Heer, ontferm u, wij hebben gezondigd. Heer, ontferm u, wij hebben gezondigd. God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. Telg mijn zondigheid in uw erbarmen. Was mijn schuld volkomen van mij af. Van al mijn zonden. Heer, ontferm u, wij hebben gezondigd. Ik herken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen. Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat, heb ik gedaan. Heer, ontferm u, wij hebben gezondigd. Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest. Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Heer, ontferm u, wij hebben gezonden. Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid. Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen. Heer, ontferm u, wij hebben gezondigd. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, wij zijn gezanten van Christus. God roept u op door ons woord. Wij smeken u in Christus' naam, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door hem Gods eigen heiligheid zouden worden. Als Gods medewerkers sporen wij u aan, zorgt dat ge zijn genade niet tevergeefs ontvangt. Hij zegt immers: op de gunstige tijd heb ik u verhoord. De dag van het heil
ben ik u te hulp gekomen. Nu is er die gunstige tijd. Vandaag is het de dag van het heil. Woord van de Heer. Barmhartig de Heer en genadig, barmhartige Heer, genadige God, langmoedig en rijk aan ontferming, barmhartige Heer, genadige God. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: denk erom, beoefen uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen, om de aandacht te trekken. Anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene blijven. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij bidt, gedraag u dan niet als de schijnheiligen die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden, om op te vallen bij de mensen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen. Zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Dit is het woord van de Heer. Wij danken God. Geliefde zusters en broeders, vandaag worden wij bij de asoplegging aangesproken met de volgende woorden. Mens, gedenk dat gij stof zijt en tot het stof van de aarde wederkeert. Het zijn de woorden die God sprak tot Adam na de zondeval, toen deze verdreven werd uit het paradijs. Genesis 3, 9e vers. En vandaag spreekt God deze woorden tot ons, wij die allemaal afstammeling zijn van Adam. En deze woorden komen bij ons bevreemdend over, ja, zelfs negatief. Maar wat wil God ons hier duidelijk maken? Voor eerst gaat het erom dat wij stof zijn. Als mens horen wij tot de stoffelijke wereld, tot de aarde. Ja, wij zijn aarde.
Dat wil zeggen, we zijn kwetsbaar, we zijn vergankelijk. Op ieder moment kan de dood ons overvallen en keren we terug tot de aarde. Dat hebben we de voorbije maanden maar al te goed ondervonden. Met deze woorden van Ash Woensdag kijken we in de diepe afgrond van ons leven dat onvermijdelijk leidt tot de dood. We vragen ons af, als de mens niet meer is dan een hoopje stof dat van hem overblijft, of het leven dan wel zin heeft. En of God iets om ons mensen geeft. En daarom is het verleidelijk om ondanks de gelukkige en mooie levenslijnen van een mensenleven te denken dat het leven een zinloze, een doelloze race is naar de dood die met zekerheid komt. En als een mensenleven niet meer is dan dat, waarom zou het dan meer betekenen dan het leven van andere schepselen? En waarom zou de waarde van de mens dan onaantastbaar zijn? Velen gaan vandaag mee in deze negatieve logica en stellen dat het leven van een mens geen diepe zin of bedoeling heeft. Het enige waar het voor hen op aankomt, is zo goed mogelijk te leven, het zo goed mogelijk te hebben en daarvoor alles te gebruiken wat men kan. Doch het is juist hierin dat de mens ervaart dat zijn menselijke natuur wordt bepaald door een onvolkomenheid die door niets op aarde kan worden hersteld of vervuld. Niet door de wetenschappen, niet door bezittingen, noch door relaties of prestaties. Het brengt velen tot nihilisme, tot een negatieve kijk op hun eigen leven. Het brengt velen tot diepe angsten, tot zwaarmoedigheid en wanhoop. Ja, het vraagt moed om te erkennen en te aanvaarden dat we stof zijn. Maar in deze woorden die God tot ons spreekt, gaat het om meer dan dat. De mens is aarde, maar als zodanig is hij door God geroepen om te leven. Hij is door God geroepen tot leven, tot een leven in verbondenheid met hem. We horen vandaag niet alleen, gij zijt stof, maar ook, gedenk dat gij stof zijt. Dat wil zeggen, gedenk wat je bent. Denk terug, herinner je waar je vandaan komt. Je bent aarde, door Gods hand geboetseerd. Je bent aarde, bezield met Gods adem. Je bent aarde, geschapen naar zijn beeld. Gedenk die diepe band die er is tussen jou en God. Een band die er is van het prilste begin van je leven. Dat is een belangrijke en positieve boodschap van deze zin bij de asoplegging. Het is een oproep om in ons hart deze band met God steeds opnieuw te ontdekken. Een oproep om in ons hart het diepe verlangen naar de God die leven geeft te laten spreken. Een oproep om in ons hart het diepe verlangen van God naar ons te ervaren. Het is een oproep om ons hart te openen voor God. Het is de oproep van de profeet Joël in de eerste lezing. Scheur uw hart, keer terug tot hem, tot de Heer, want hij is genadig, barmhartig
en vol liefde. Wij zijn stof en aarde en dat moeten we erkennen. We moeten immers met onze voeten op de grond blijven, maar tegelijk verlangen en reiken naar Gods nabijheid. Het is zoals met een ladder. We kunnen een ladder maar beklimmen wanneer ze stevig op de grond staat. En zo is het ook hier. Alleen in de erkenning dat we stof zijn, kunnen we naar God toegroeien. Kunnen we de ladder van de liefde beklimmen die ons tot Hem brengt. Tot God die ons liefde, vrede en vertroosting schenkt. Tot God die de uiteindelijke zin en doel van ons leven is. Het vraagt moed om te erkennen dat we stof zijn. Maar het vraagt ook moed om te erkennen en te aanvaarden dat er in ons hart dat diepe verlangen naar God leeft. Dat verlangen is de bron van een waarachtig geloof en van een waarachtig geloofsengagement. Dat komt uit het diepste van ons hart. Wie zo leeft, kent de armoede, de broosheid en de angsten van dit aardse bestaan. Maar wie zo leeft, kent tegelijk ook het diepe verlangen naar Gods heerlijkheid. Wie zo leeft, kan een uitgestoken hand bieden naar ieder die zoekt en worstelt in dit leven. Wie zo leeft, kan anderen helpen om in hun hart het diepe verlangen te ontdekken en om zich te laten raken door de diepe herinnering aan Gods liefkozende hand en zijn levengevende adem. Dan kan er nieuw leven opbloeien in ons en vinden mensen echte troost en vrede die de wereld hen niet kan schenken. Dat is de weg die ons vreugde, geluk en hoop brengt. Dat is de weg naar Pasen. Amen. Zusters en broeders, laat ons bidden tot God onze Vader, dat deze as die wij tot teken van boete en bekering op ons hoofd uitstrooien, gezegend wordt door de overvloed van zijn genade. God, gij zijt barmhartig als wij eigen onmacht erkennen en als wij zoeken goed te maken wat verkeerd was, zint gij reeds op verzoening. Verhoor ons in uw goedheid. Zegen hen die door stof en as worden aangeraakt en begeleid hen met uw genade. Breng hen in deze 40 dagen tijd tot inkeer en beziel hen met boetvaardigheid, dat zij met een zuiver hart het paasmysterie kunnen vieren van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer.
Uit de diepste van ons hart roepen wij tot u vol vertrouwen en vragen om uw zegen. Geef uw zegen aan deze wereld die bidt om vrede en verzoening. Geef uw zegen aan allen die hongeren naar het dagelijks brood. Geef uw zegen aan de catechumenen die in de paasnacht gedoopt worden. Geef uw zegen aan allen die ziek zijn, lijden of eenzaam. Geef ons uw zegen, wij die op weg gaan naar Pasen, om ons toevertrouwen en ons toevertrouwen aan uw barmhartige liefde. Heer onze God, wij bidden u, laat deze tijd van genade niet vruchteloos aan ons voorbij gaan. Schenk ons de geest van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot lof en eer van ons en van heel zijn rijk. Heer, in het begin van deze 40 dagen tijd dragen wij u dit offer op. Breng ons tot inkeer,
Help ons door goede werken onze neiging tot het kwaad te bedwingen. Zuiver ons van zonden, zodat wij met toewijding het lijden kunnen gedenken van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. De Heer zij met u. En met uw geest. Verhef uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Hij is onze dankbaarheid waard. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. In deze tijd van 40 dagen kunt gij de zonde doen uitsterven in ons hart en onze geest tot u verheffen. Gij schenkt ons levenskracht en eens het eeuwig loon door Christus onze Heer, door wie de engelen, machten en krachten eenstemmig van u spreken, u huiverend aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord als voor uw troon dit lied wordt aangeheven. Heilig, 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 de Heer, de God en hemelse macht. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoogen. Gezegend hij die komt in de naam. Onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind, nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw woord.
en wij beleden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop Jozef en aan allen die gij als herder in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren, met onze heilige vaders Augustinus en Norbertus en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal u wel geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede van de Heer zij altijd met u.
en met uw geest. Naam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Naam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Naam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. Zalig die genodigd worden aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus. Amen.
Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij. Aan uw beschikkingen blijf ik trouw. Ik roep u om mij. Thank you.
zijn hand zal hij hun vergelden, hun eigen bederf zal hun ondergaan zijn. Hij zal hem verwerven, de Heer ons gevolg. Heer aan de Vader en de Zoon. Was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Laten wij tot slot bidden. Heer, laat het heilig sacrament dat wij ontvangen hebben een steun voor ons betekenen. Geef dat het offer van ons vasten u aangenaam is en ons genezing brengt en heil door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. En met uw geest. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gaat allen heen in vrede. Wij danken God.